Wij zijn van de Universiteit van Amsterdam. Wij doen samen met de Nederlandse Waterschap onderzoek naar waterkwaliteit. Nou, we doen dus onderzoek naar waterkwaliteit en in mijn geval sedimentkwaliteit op 4 verschillende land use types of landgebruiktypes in het Nederlands. De vervuilingsbron zijn metaalvervuiling, locaties in bollengebieden en locaties die onder invloed staan van afvalwater. We doen dit onderzoek omdat we beter willen begrijpen wat het effect van toxiciteit is op het structuur en functioneren van het ecosysteem. Om de chemische monitoring te verbeteren, hangen wij passive samplers uit. En die nemen over een aantal weken tijd nemen ze in dit geval metalen en hydrofielen en hydrofobe stoffen op uit het water. Ecologisch gezien kijken we naar niet alleen naar welke soorten aan of afwezig zijn, maar ook wat ze daar doen en hoe ze functioneren. De huidige monitoringsmethode is aan vernieuwing toe en daarom proberen wij op een nieuwe manier naar waterkwaliteit te kijken. We doen deze zomer nog veldwerk en we hopen in begin 2019 resultaten te hebben.